Ik heb gisteravond gebeld met een van de nabestaanden. Die wonen nu in Australië. Deze nabestaande wist mij te vertellen dat zij thuis bijzonder onder de indruk zijn van de wijze waarop wij dit doen. Ik vind het emotioneel, voor hun is het nog veel persoonlijker. Kijk, wij noemen deze persoon die hier in de grond ligt Flight Sergeant William Hurrell. Voor haar gaat het om de zorg voor hun onkel Bill. Zo dichtbij is het en zij weten alleen maar dat hij eigenlijk vermist is. En dat wij alles doen om hem een laatste rustplaats te bezorgen, doet hun heel erg veel. Dat vind ik bijzonder indrukwekkend. Sommige mensen zeggen wel eens van nou, het is een mooi project op je cv, maar ik vind dat een hele moeilijke zaak, want op dat moment dan denk ik dat je de boot mist. Want het gaat natuurlijk niet om een project, het gaat hier om mensen. Dat is weer een deel van je normen en waarden en die mag je zeker niet verliezen als je hier aan het werk bent. Dus je verantwoordelijkheid ligt daarbij heel hoog. Vermisten is erger dan dood, dat weten we ook van de documentaire. Maar uiteindelijk als we allemaal in de spiegel kijken, dan beseffen we dat wel, dat onze taak is.